als het maar 4 jaar is, hoef ik me ook niet druk te maken over de vraag of ik na die 4 jaar weer herkozen word. Want dan moet je toch in het 3e jaar al gaan beginnen van, oh, ik moet weer herkozen worden. Dan word je ook gehinderd in je maatregelen. Want ja, je moet ook niet te impopulaire maatregelen nemen, want dan word je niet herkozen. Dus als je het zuiver wil doen, die normalisatie en die reorganisatie, dan moet je op een bepaald moment ook wegwezen. Nou, we hebben nou eenmaal termijnen van 4 jaar, dus dan 4 jaar. En dan, en dat is nog het belangrijkste argument, ik bedoel, dan moet je na 4 jaar ook plaatsmaken voor een nieuwe generatie presidenten. Nou, er zijn er een aantal, hè? Platini wil het misschien, dan wel of niet. Er is meneer Webb uit de CONCACAF die het nu nog te vroeg vindt. Er zijn misschien ook nog wel anderen die het dan willen. Nou, ik heb nu een collega kandidaat gekregen, Luis Figo. Nou, fantastisch, maar die is natuurlijk ook vrij onervaren. Die zou dat ook kunnen zijn dan, denk ik dan nu. Dat vind ik belangrijk. Dan ga ik echt weg en dan moet de nieuwe generatie doen.